dat foute stukje is de rook nu op. Ja, maar nog een momentje dat we wegknippen. Via bewerkingsprogramma. Jullie lieve van B-Life en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag zijn we in Sea Life in Blankenbergen, samen hier met mijn netje Luna. Hallo. En nu gaan we de bouw gaan intreden. Tot zo meteen. Zo, en we zijn nu binnen in Sea Life na eventjes wachten in de rij. En hier hebben we al de eerste aquarium, dat is heel grappig. Kijk, hier hebben we al de eerste visjes hier. Zijn er mooie visjes? Ja. Hier een groot aquarium hier. Hier, kijk, hier. Hier zijn de grote vissen hier. Kijk, hier hebben we ook nog een aquarium. Hier zijn er heel veel visjes. En dan ga ik ze naar onder richten. Ah. Kijk, en hier hebben we nog een watervalletje, wat wel leuk is om te zien. Via van die eerste visjes. En ik vond ze heel mooi en die grote vond ik wel. En we moeten ook een quiz doen en die gaan we samen met jullie doen. Nee, en hier hebben we weetjes waar we allemaal naartoe kunnen gaan. Nu zijn we in een soort van jungle. Ja, we hebben hier een junglegebied. Kijk, misschien dat hier al ergens een vraag op staat. Wat wordt de eerste vraag, Luna? De eerste vraag is, wat is de leeftijd van de oudste regenwormen? Nee, van het regenwoud. Misschien dat hier eens al op staat. De regenwormen zijn het meeste in de nacht. Daar staat. Wacht, hé. De leeftijd van de oudste regenwoud. Ga ik kijken dat hier al ergens op staat? Nee. Misschien hier ergens op? Nee. Oké, nu zijn we binnen in een donker aquarium. Kijk, hier hebben we een donker aquarium. Allemaal visjes op zat. Hier, Luna, Luna. Kijk, we hebben hier een antwoord op het regenwoud. Maar het is donker, dus je kunt het niet echt zien. 150 jaar oud. Nee, 150.000 jaar oud, dacht hij. Regenwoud zijn hier, regenwouden. Wat is de antwoord dat ik aan het geweest? 150 miljoen. De eerste oplossing, het is hier wel heel donker, dus ik weet niet dat jullie ons goed kunnen zien. We hebben dus het antwoord gevonden. De eerste vraag was, hoe lang is het regenwoud al oud? Ja, wat was het antwoord, Luna? Het antwoord is 150.000 jaar oud. Nee. 150 miljoen, ja. Sorry. Ondertussen, je kan ons niet goed zien omdat het donker is, maar... Dus zou je de vissen hier ook tonen. Hier heb je allemaal verschillende vissen in het aquarium hier. Kan je dat lichter maken? Nee, dat gaat niet lukken, Luna. Nee, dat gaat niet lukken. Er is ook een vis met een soort van bult op de hoofd. Hier, dat is deze vis hier. En daar ook nog een. Oh, eens kijken welke vissen dat jullie zijn. Die met de zwarte strepen. Ah, daar, hier hebben we hem. Die met de zwarte strepen, Luna, dat is het mooiste. Hier hebben we nog andere vissen in zitten. Het is hier wel donker, dus ik ga waarschijnlijk hier niet te veel zien. Wow, kijk hoe leuke boel. Kijk, hier hebben we een heleboel vissen. En ze zijn eigenlijk allemaal met een soort bulten, maar de kleintjes kan je niet goed zien. Ja, inderdaad. Tweede vraag, Luna. De tweede vraag is, wat is het belangrijkste museum dat aanwezig moet zijn in het hondenreddingskit? We gaan iets moeten zoeken hier. Dus we gaan doorgaan en kijken of we het antwoord vinden. Het eerste antwoord hebben ze al gevonden. Kijk, en hier hebben we ook nog verschillende visjes zitten. Nee. Hier hebben verschillende visjes zitten. Hier is er jammer genoeg geen, maar misschien... Ah, daar. Kijk, daar in de verte zwemmen er. Daar in de verte? Ja. Ja, ze kunnen het zien. Kijk, en als je een beetje doorschrijft, kan je nog verder kijken. Kijk, hier zijn twee vrolijke visjes aan het zwemmen in de verte. Het is hier heel mooi gemaakt. Ik ga nog een beetje kijken naar de leuke visjes. Zie je de grote verschijnselen? Daar is er nog eentje. Oeh!
dat was een grote. Want ze zwemmen heel rap voorbij. Nu gaan we op naar de volgende. Ja, hier zie je ook al een visje. En daar zie je ook nog in de verte. Er is daar een hele mooie aan het zwemmen en die erachter ook. En daar is er nog een, langzame. Ze zijn echt allemaal heel erg mooi. Hier hebben we er de hele oerwoud, alleen meer jungle. En hier hebben we ook hele mooie visjes. Misschien kunnen we het antwoord wel hier vinden. Denk van niet. Omdat die niet met zeehonden te maken heeft. Ik denk dat we specifiek naar zeehonden gaan moeten kijken. Oké. Okay. Kijk, hier hebben we ook allemaal verschillende vissen. We gaan misschien ook een show bekijken, omdat we hebben hier een vrij veel zeehonden en er is ook een zeehondenshow. Dus we gaan eens kijken waar die uithangen en tot straks. En al de uitleg van hun hebben hier nog mooie visjes hier zwemmen. Zeg niet even van de beelden. En daar is er nog heel mooie. Er zijn hier hele mooie visjes. Die zien die ogen. Hier hebben we wat tropisch. En hier is er een visje aan de Wat is er, Luna? Hier een visje aan de Kijk, hier hebben we verschillende vissen hier. Daar heb je hele En ze hebben zelf hier heel kleine visjes hierin. Zie je, Luna? Ja. Ja. Doe maar. Als je goed kijkt, zie je ook een paar kleine visjes en een hele mooie zwarte. En die vind ik heel mooi, deze. Welke eentjes? Ah, die kleintjes hier, ja. Die vind ik het allerliefste. Ja. Kijk, heb je kikkertjes. Het zijn mini's, strepige kikkertjes. Hier zie je die kikkertjes. Nee, niet die vensterbossen hier binnen. Nee, doe ik niet. Kijk daar. En daar is er hier zo, als je die ziet. Ik ga graven bij jou ook een beetje invullen. Moet je zwemmen? Kasia? Ja. Na dole. A tu jest żółta. Voilà, ja. We gaan op naar het volgende. Deze kikker hebben we gezien en dat zijn heftige kikkers, dus kom er niet in de buurt. Goed. Dit zijn kleine visjes. Dat noemen ze de Neonthera en de bronzen panzermeerval. Zeg dat maar. Wacht, dat noemt de Neon. Hier hebben we de Neonthera en de bronzen panzermeerval. Voilà. Hier zijn hier heel veel roze visjes. Weet je, hier hebben we nog een planting ook. Bij elk aquarium zorgen ze ook voor planting. Ik denk dat het te maken is met de soort vissen, ook de welke beplanting ze ook toevoegen aan het aquarium. En nu zal ik de camera even teruggeven aan mijn nichtje Luna. Hier zien we hele mooie gestreepte visjes. Dat noemen ze de maanvis. En deze noemen de maanvissen. De maanvis. De maanvis. En normaal moet er nog iets hier in liggen en noemt ze Athenemeerval. Maar ik zie het niet direct. Nee, ik ook niet. Hier zie je hele mooie visjes. En toevallig, ze noemen maanvis en mijn naam betekent ook maan. Hier zie je een dicht. Wacht, ik heb een hoek met je film. Yes. Zo, hopelijk geniet je een beetje van de uitleg van Luna. Een soort van brug. Het is niet boven water, maar we gaan even kijken. En hoe noem je dat? Hoe noem je deze hier? De roodbuikpiranha. Nee, de roodbuikpiranha. De meeste mensen kennen piranha uit een Efteling, maar als een attractie, maar dat zijn dus de vissen. Ze zijn niet opgeleid. En bij elke aquarium staat er ook de uitleg bij.
Er staat trouwens een vraag bij over de piranha's. Hier hebben we Suske van Suske Wiske. Hier is een vraag over de pinguïn. En dan gaan we straks naar daarop gaan. Kijk, hier hebben we Suske in staan. En hier is er nog een vis. Ik denk dat ze dat bedoelen. Ah ja, ja vis. Ah ja, daar inderdaad. Hier hebben we die hele vis. Ik weet niet of er echt in is of een valse. Dan weet ik. Ah, hier in Noek ook nog. Want deze weet ik niet of er echt of een valse. Ik denk niet dat het een valse is. Ik ga even kijken of dat een schildpad is. Dat is een soort van schildpad, denk ik. Nee, ik denk niet dat het een schildpad is. Ik weet niet welke vis. Oké, ik ben hier heel raar. Kijk, hier in de hoek. Kijk, ze hebben die naar beneden hier. En nu wil ik je verder gaan kijken. Kijk, hier hebben we nog allemaal. Dit is een heel mooie plant. Dit is gewoon een kraak, de cracker of de gewone octopus. Normaal moet je ergens hier een octopus zitten. Octopus. Misschien hier van morgen. Beste bezoeker, we zijn momenteel dit aquarium aan het herstellen. Binnenkort kunt u dieren weer bewonderen. Oké, in dit aquarium is het blijkbaar aan het herstellen. Dus ik denk dat hier geen octopus in zit, of denk ik. Of te zijn dat die halik erin zit, maar denk van niet. Het aquarium hiernaast in het bureau Europese kreeft. En nog één. De Europese kreeft en de? En de. De grote bierkreeft. De grote bierkreeft en de Europa. En kasvol zal ik zoiets zeggen, de zeeleer. Hier is er al eentje. Je kan niet heel goed zo, dat zijn de kreeften die je normaal op restaurant ook opeet. Okay. Om zo te zeggen. Kijk, dat is een soort, ik weet dat het juist is. Ik weet niet waar de rest is. Kijk, dit is een klein diertje. Een organisme die je in de tentakels terecht komt. Kijk, dat is ook een soort diertje met tentakels vangers dan in de dieren. Ik denk dat ik hier, dat is. Ja, kijk, dat zijn ook zo'n dingen hier. Nu gaan we door. Kijk, en hier hebben we zo'n zes zo wat een beetje lijkt op een zeeduiker. Of op een diepzeeduiker. Op een duikboot, dat zou ik noemen een platijs. En nu even, het is weer wat donker, dus ik kan ons niet zien. Dus ik ga even de camera geven aan Luna. Het is heel moeilijk om te zien, maar zoals je ziet is dit een platijs. Dit is een platijs zoals jullie zien. Het is een hele mooie platte vis. En hier is er nog één. Ja. Maar die ziet er wel een beetje beter uit. En hier is er één aan het zwemmen. Maar nu is hij gestopt. Hier zie je nog een mooie vis. Maar die zwemt naar het donker, dus die kunnen we niet filmen. In de verte zijn er ook nog allemaal vissen. Hier zie je nog een naar ons komen en daar is er een hele dikke vis. Ja. Die er heel raar uitziet. Het is een echte. Hier zijn er nog allemaal platijzen. En nog wat harige dingen. Ik weet niet wat dat is. En hier zie je nog een mooie vis. Je kan het niet heel goed zien. Nou, ja. Heel die ogen daar. Nee, heel die ogen. En dan starten. Ja? Nee, niet die eventspots. Oké, er komt een voor het scherm. Ik ga wat verder. Zo kunnen jullie hem wel zien. En daar in de verte is er een hele dikke. Je kan het niet heel goed zien, maar het is er wel. Er zijn hier allemaal dingen. Ik kan het jammer. Hier hebben we een grotere vis. Ondertussen heeft WeLife trouwens zijn camera overgenomen. Hier die grotere vis. Er zijn ook veel kleine visjes, maar deze grote heb ik echt nog nooit gezien. Welke soort is het eigenlijk? Kijk, er komt een boven water. Yep. Je kan het niet goed zien. Wow, waar je er dicht moet zijn. Kijk. Er zwemt een heel boven water. En daar zie je iemand gevangen. Daar hebben we Suske Wiske, want deze keer is denk ik het thema van Suske Wiske hier in Sea Life. Dus hebben Suske Wiske overal een beetje in de aquarium zo gestoken. En daar zie je in de verte wat planten als je ziet. Zie je nog allemaal kleine visjes en een vis. Kijk, daar hebben we ook nog iets uit die grote vis. En hier zit er alweer een boom. Yep. En daar in de verte zien jullie ook wat rode planten. Staat er iets over haaien bij, Luna? Eens kijken of er iets over haaien bestaat.
otter. Die paardjes werden nu gegeten. Ah, ik heb nog een vraag. Misschien hebben die al gepasseerd. Welkeen? Welke kleur krijgt koraal als het sterft? Ja, misschien hebben we dat al gepasseerd hebben, ja. We hebben misschien een vraag mogen stellen, maar we gaan straks terug. Dus we kunnen nog altijd bekijken. En juist nog een vis springen in het water. En nu is hij nog steeds aan het springen. Ja. Het aquarium waar ze eigenlijk gaan inlopen, dat ze wat dichter bij de vissen staan. Wist je dat? Wist je dat? Gewoon een keer op wist je dat drukken. Oei, doe niks. Ah ja, toch wel. Oké, groene zeeschildpad. Blauw. Ah, dat is te kijken welke vis het is. Hier zijn Luna, even terug de camera meenemen voor jullie. Hier hebben we gekeken welke soorten dieren er allemaal zijn. Dit is een blauw vintrekkervis. Dit is een heel lange naam. Dit is een groene zeeschildpad. Een hele mooie. Ups. Dank je wel. Dit is een pijlstaarttrog. Dit is een zebrahaal. Een zebrahaal. Oeh, dat is een bijzondere vis. Dit is een bamboehaal. Een haai bedoel ik. Dit is een gewone wimpel. Sluis. Kijk. Deze vissen hebben we al gezien. Deze koenusrog. Koenusrog. Soms doet hij het niet. Dit is een zwijnslipbuis. Of noemt hij? Nu gaan we even kijken welke... Oh, kijk! Dit is een rog. Wow! Dit is een hele grote vis. Mooie visje, hè? Zoals je ziet, zijn hier heel veel grote vissen hier. Wel, maar je mag ze niet aanraken. Nee, je mag ze niet aanraken of voederen hier. En daar is er een hele grote. Kijk, je hebt een grote. Daar zien jullie een grote. En ik weet niet of jullie het zien, maar er is ook een kleintje bij. En we zien daar nog één heel stil zwemmen. En daar zijn er nog. Ja, ik zie het. Hier zwemt er een naar ons toe. Ik heb gemerkt dat er een fles in het water zit. Ja, dat is voor dingen decoratie. Ik ga even doen. Kijk, dat in het water is decoratie. Ik vind een beetje lijken op een piratending, zo gezegd. Het is een soort van piratending en jullie zien een fles. Het is nu een piratenthema. Hier, dat zijn haaien en een robbenpeek erin. Hier. Dat zijn heel mooie beestjes. En daar is er een hele grote rol. En daar zwemt er een vis met zijn vriendjes. Heel vrolijk. Ik vind het heel leuk om een paar vissen te zien samen spelen. We hebben ook een paar grappige vissen zien. Bijvoorbeeld bij het andere groot aquarium hebben we vissen zien springen. Dat hebben we ook in beeld gebracht. En
we nog allemaal vissen? Waar mee naar beneden gewoon een beetje lager gaan, we zitten altijd bij hetzelfde aquarium. Dit is trouwens waar ze roggen en haaien opkweken of zoiets. Hier zie je nog een camera binnen van. Ik denk dat dit een soort van leven is of zo. Kijk, hier hebben we hem ietsje dichter. Je mag niet aanraken, Helena. Je mag ze wel niet aanraken, dus... Kijk, hier hebben we nog een rok. Waarom mag je ze niet aanraken? Kijk, daar zijn we zelf een haai. Waar? Daar. Is dat een haai? Ja. Wel, waar? Kijk, is hebben hier ook haaien hierin. Nee, 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 nee. Kijk. Kijk, daar hebben we die rode pladeza. Oh, kijk die mond. Heb je die mond gezien van ja. Die rog? Rog, het is ook een bandje dat verkeerd is. Ik weet niet waar er haaien zijn. Maar, een zwemdier een haai, maar ik heb hier alleen gezien. Is dat die daar? We gaan zwemmen graag onder die dingen heen. Dus ja. Je kan ze ook niet goed zien, daar zie je er een onder liggen. En de monden, zie je? Oh. Ja. De monden zijn echt heel erg grappig van een rog. Maar ik weet eigenlijk niet dat het verschil is tussen een rog en een platijs. Ja, ik weet het ook verschil niet, Melina. Ik weet het verschil niet. Nee. Misschien heb je hier een vraag dat bij dit aquarium past. Dat er iets bij. We gaan kijken bij de quiz. Ook hier voor kindjes ook dat ze hier een quiz kunnen oplossen hier in Silla. Zo mag Silla even ietsje meer interactief dan ook. Over roggenij gaat het hier. Hoe heet een roggenij? Ah, dat kunnen we hier vinden dan. Moet ik kijken. Ja. We hebben een vraag. Hoe heet een roggenij? Er zit hier een haai, maar ik zie hem niet meer. Oké, een beetje verder houden nou. We hebben het antwoord gevonden op de vraag, hoe heet een roggenij? Er stond wel roggenij, dus we dachten eerst dat het er iets anders was. Maar het noemt dus zeemeerminnentisjes. Yes, dat klopt. Kijk ze. En op dit bord kan je die natuurlijk hier vinden. Wel leuk, zo'n quiz voor de kindjes. Oké, deze... Nummertje 6, ja hier, op nummertje 6. De paarse nest. Oh, sorry. Nee, het is niet die deze, ja. Maar je duidde wel aan deze, nee? Nee, het was de paarse. Nu moet je hem al zien hoe dat is. Ja, juist, want dat is rood. Ja, ik krapte hem al volledig open. Ja. Oh, een beetje dicht, wat voelen. Yes. Dus deze hebben we ook al juist, nummer 1 hebben we ook al juist. Dus we gaan even doorgaan. Ja, ja, inderdaad. Is dat de haai? Nee. Dan hier zijn we bij de krabben aangekomen. En de visjes. Peut-être les oeufs. Staat er wel. Non, peu d'information, non plus. Kijk hier dan, zijn hier nog visjes. Goedendag iedereen, bonjour tout le monde. Wapen, touch, pool, bienvenue, patiënt, tactile. Nederland, steken wel in de lucht als het ligt Nederlands. Oké, Nederlands. Français, les ramas, s'il vous plaît, français. Pas le français. Un français. English, le jardin, plus English. Deutsch, il me plaît, je vais essayer le Deutsch. Kein Deutsch. Hier vallen. Nederlands, français. Je commence au Nederlandais. Ik wist het français, maar ik weet pas precies, ce n'est pas longtemps du tout. Hier hebben de kwallen. Dus voor alle Nederlands dalen, waarom is het Deutsch vol? Als je dat vraagt, heb je hier dus al een woord aanraken. Dit is de eerste keer dat ik hier aan meedoe. En ik zie kwallen eigenlijk nooit gezien als ik hier aan zijn. Het zijn hele mooie, doorzichtige beesten. Ik heb ook heel veel mossels gezien en een soort van knop. En vind je lekker mossels? Nee. Dankjewel. Wat is dat? Hier. Dat noemt het diadeemzee-egel. Die plant heeft ogen, ik zag een oog. Dat heeft ogen, een diadeemzee-egel noemt dat. Ja, ik zag de ogen, maar hij heeft hem toegedaan, de oog. Hij heeft de ogen. Oké, okay. Ik zag de ogen van deze paarse vlucht. Ziet u wel een beetje rond? Dus hoe je nog andere visjes hier? Hier hebben we de schommelvis. Schommelvis? Ja. Ja. Wow. Hier moet de bitspinhaankreeft zitten. Maar dat is die... Daar.
En hier beweegt hij tegen het glas. Ik kan het een beetje filmen. Hier moet het bloedharnaal zitten. Oei, moek. Maar je ziet hem niet goed. Ja, daar. Daar. We hebben hem zitten. Als je hem ziet zitten, hier. Misschien een beetje hier, inzoomen. Hier. Inzoomen. Kijk. Als die bewegen. Yes. Dat is, ja. Dat is een bloedharnaal of zoiets. Ik vind deze pitspringkraan heel. Ja, ik denk dat hij daar zit. Maar het heeft een lange naam. Ja, want ik ben. Gaan we nog even kijken naar. Dat is dus de baby, de foetus van een hondshaar. Die zal binnen, ik schat, ongeveer 2 maanden uitkomen. Voilà. Ik bedank jullie voor je aandacht. Mocht u nog vragen hebben, dan mogen jullie zeker stellen. En ik wens jullie van nog veel plezier en een fijne dag. Jullie nou niet moeten zwemmen hier. Inderdaad, die mogen niet aangeraakt worden. Maar ze zijn wel nog gevaarlijk, nog aan een stief. De reden waarom ze erin zitten is om het bassin te kruisen. En we moeten de dierenverzorging moeten doen, maar de dierenverzorging. Ik ga niet aanraken. Ga je aanraken? Nu ga ik iets aanraken, wat we mogen aanraken. Ik weet niet dat het antwoord wordt. Ik ga. Wat mag je aanraken, Luna? Die. Ja, dat weet je. Ik wens jullie allemaal veel plezier en een fijne dag. Mag je het al aanraken, denk je? Denk van wel. Wat heb je invalt, Luna? Ik ben bang. Je mag alleen naar haar te gaan raken. Ja, aan de zijkant. Kijk, vind ik een krap. We zien ook een kleine krap. Kijk, hier aan de rand is zo eentje. Oh, mag je dat? Ik ben bang dat ik in zijn mond ga zitten. Nee, aan de haartjes mag je komen, nee. Ik ben bang dat ik in zijn mond ga zitten. Maar nee, nee, achter die haar. Kijk, ik kan wel als de haartjes komen. Verschot dat ik in zijn. Voelt zo raar. En hoe voelt dat, Luna? Je voelt het eigenlijk niet echt. Nee, wacht. Kijk. Je voelt het eigenlijk niet echt. Als je het water voelt, voel je dat niet echt, nee. Hè? Oké, we voelen het dus niet. Ja, want je bent er al niet, hè? Laten we eens kijken hoe deze noemt. Nee, dat is die niet. Dat is koraal. Zou je daar eens een bordje? Ik heb het gevonden, denk ik. Is dat? Nee. Wacht, we hebben straks dat gekomen. Dat zijn van die vissen die ook af en toe meespelen in animatiefilms. Ja, daar hebben we hele grote. Die hebben verschuild. En die zijn gekregen. Hier hebben we Nemo en Dora. Dat is Dora. Ja. Dit is de mooie Dora van de film Nemo. Maar Nemo's hebben we de rest ook al gezien, hè? De rest hebben we Nemo's gezien. Die vind ik echt heel mooi. Hier heb ik Finding Nemo en in één aquarium zitten. En deze heeft licht. Ja. Okay. Die heeft licht. Deze speelt er ook mee in Finding Nemo. De hele vis speelt ook mee. En ik heb die Nemo. Dus in feite heb je de Finding Nemo aquarium staan hier. Ik ga eens kijken wat deze vissen zijn. Want Nemo zwemt hier ook. En hier, kijk, daar is Nemo. Ik heb Nemo van de. Ik denk dat dit is. Daar hebben we Nemo. Het is een blauwe doktervis. Een blauwe doktervis. En Nemo is normaal. En de zebra hier. Dit is ook mee in Nemo. Gewone winkelvis. Yes. En nu gaan we nog Nemo. Oh, die vind ik heel mooi. Ik wil wel eens kijken. Dit is een Hawaii borsteltand doktersvis. Nemo is normaal een clownvis. Dit is Nemo. Doe maar. Die heet een drieband aan de moonvis. Oh, dat is geen clownvis dus. Nee. Oh, en Nemo zijn dat een clownvis is. Ook. Nu gaan we hier door de grot waar hieronder gaan. En normaal gezien zijn er hier haaien in. Wow.
ik zie ze echt boven ons zwemmen. En de monden. De monden vind ik echt zo grappig van de roep. Ja, het is niet aan het doorste lopen. Ze liggen echt boven je. Oké, blijkbaar mag je ook niet te groot zijn voor hier... voor hier onder te gaan. En hier zijn er nog hele mooie visjes. En dit is een hele grote. Mag ik even filmen? Ja. Dit is een hele... dit is een hele grote mooie vis. Hier zien we een vrolijk eentje zwemmen. En hier zijn er echt onder. En dat is een rog. Je ziet het niet heel goed. Nee. Kijk, als je goed kijkt, dat is zo zet. Hebben ze daarin zo gezegd, een schip die zonken is. Is dat een haai? Waar? Ja? Nee, dat is geen haai, denk ik. Als je een haai ziet, moet je het zeggen. Kijk, als ze in de stok hebben, is zo gezegd, een schip dat gezonken is. Hey, dat is echt zo, wat weet je, een watereiland. Dat is nog Nee, denk niet dat het een rog is. Ah, daar is die reuze schip wat die ook hier al jaren hier zit. Denk, als dat zelfs is, weet ik niet. Kijk boven nu. Nee, ik denk het voor 120 jaar oud. De oudste schildpad is 120 jaar oud. Mm. Kijk, hier heb je een reuze schildpad eigenlijk. Ze zijn echt heel en mooi. Ik denk dat ze een oudste schildpad bijna niet meer staan. Niet alleen wij uren kunnen staan, denk ik hier. Dat is een hele mooie. Kijk, hier wel in het donker. Ah, wacht. Ik ga eerst de haai zien passeren. Ja, ik zag hem ook. Was het echt een haai? Nou ja, het zit hier echt haaien. Er zit meer haaien. Kijk, de feit is dat ook een soort haai hier. Hier, van hier. Oké. Maar ik wil de haai eerst nog een keer zien. We hebben daar juist de haai gezien. Ik weet niet of we hem nog zien, maar hier mag je dat zien. De haai is een haai zo lang een vriend. Ja, verschillende. Kijk, daar zijn hem. Daar zijn hem. Hier is een haai. Kijk, dat is hier een haai. Dat is een haai. We zijn nu een beetje de enige in deze haai. En dat is denk ik nog een soort haai. Hallo, kijk. Maar je hebt wel veel krassen hier op dat glas hier. Hallo. Ja? Is dat wel... Ja, die, daar is ook een haai, die grote daar. Nee, dat is geen haai. Die is geen haai. Wat was de vraag van de zeepaardjes? Die van de otters is echt een lange vraag. Oh, ja. Hoeveel soorten zeepaardjes werden geboren in het Sea Life kweekprogramma? Hoeveel zeepaardjes er geboren werden in het kweekprogramma? Oh, ik kijk wat er hier eens op staat. Zeepaardjes. Ik heb nog nooit een zeepaardje. Uit welke keuzes kan je kiezen, Luna, van zeepaardjes? Uit welke keuzes kan je kiezen? Van de zeven soorten, zes verschillende soorten of 12 verschillende soorten. Dus hoeveel verschillende soorten zijn er? Wat? Ik ga de vraag nog een keer opnieuw lezen. Die allemaal gedroogde zeepaardjes. Ah, zeepaardjes die opgedroogd zijn. Ja, 10.000 gedroogde zeepaardjes. Dat is wat de kans. Okay. Dit zijn dus gedroogde zeepaardjes. Dat zijn geen zeepaardjes, Irina. Dat zijn Cyniganatische aapjes of zoiets. Hier is er wel zeepaardjes in. Dat is geen rog, Irina. Dat lijkt je wel. Ah, jonge roggen. Jonge roggen, inderdaad. Jonge roggen. En kijk, en hier hebben we... Hier nog. Bamboehaaien, dat zijn bamboehaaien. Nog een zeepaardje. Dus hier zitten trouwens al de kleintjes of baby'tjes van de visjes die geboren worden. Alleen deze ruimte toch. En daar zie je een heel klein zeepaardje. Kijk wat we hiernaast hebben. Ook nog allemaal kleine zeepaardjes. Kijk, ik zie dat je kweekt zelf kwetsbaar in. Dat is denk ik de oplossing. Om te weten, ja, hoeveel soorten. Je moet de puzzel oplossen. Maar nee, eigenlijk weet ik het zo. Hoeveel zeepaardjes? Wacht, ik snap iets niet. Wat? Juist, yes. We zijn dus juist. We zijn in het dorp. We doen nog verder naar zeepaardjes en zo. Dus wat je richting daar gaat. Oké, we zijn nu onderweg naar de zeehondjes. We hebben naar de kerk moeten kijken, want het is echt een heel dorp. Nu gaan we door. En jullie mogen kijken. Nee, nu zijn we terug naar de ingang aan het lopen. Hè? Ah ja, inderdaad, ja. Oké, zijn we nu gelijk juist aan het lopen?
kijken we ook nog. Gaan we naar de show kijken? Ja, straks naar de show kijken. Wanneer begint het? Dat weet ik niet. We kijken om laat is straks de show. We zijn nu bezig, maar we weten niet hoe laat de show begint. Alle mensen lopen terug, dus ik denk dat het al gedaan is. Of misschien moeten we gewoon... Ja. We gaan kijken hoe laat de show nog bezig is en we gaan zien of we nog kunnen kijken. Nu geef ik de camera even over aan onkel Benji. Zo, en nu zijn we hier terug. Ik hoop dat een beetje geniet van de beelden van Luna. We gaan eens kijken hoe later hier de Zeon de show is. Kijk, we kunnen wel hier de zeehondjes hier bekijken hier. Kijk, hier is er een zeehond. Kijk, die zijn er een voorbij. Het zijn hele mooie. Wilt hij iets doen, dan is hoe het doet. Dat weet ik nog niet. Hij zei dat adem, hij leeft nog. Hij zat ademloos in de adembelletjes. Kijk, hier staan. Hier, mag ik naar de zeehondenkliniek gaan? We hebben trouwens een vraag over zeehondjes. Kijk eens welke vragen we hebben. Item. Aanwezig moet zijn in het zeehondenreddingskits. Kijk. Mag je hier binnen? Nee. Maar ik zie geen zeehonden. Nee, hier worden dus zeehondjes verzorgd wanneer ze ziek zijn. Ja. En dan, we hebben hier een wit scan, dus we denken dat ze daar bezig zijn. Jammer genoeg mogen ze niet zien. Maar ik vraag mij wel af waar we de vraag kunnen oplossen. Wanneer verder zoeken, Luna. Dan misschien weer verder gaan vinden. Ik wil wel graag met jullie een keer op de glijbaan, want ik heb gezien dat er nog een glijbaan ja. is. We hebben hier speelplein staan. Als we tijd nog voor hebben, ga ik vlug naar daar gaan, goed? We gaan wel nog tijd hebben, anders zijn we vroeg terug. We horen zeer welkom in de Kom, langs hier. Wacht, moet je direct langs hier. Is dat de ingang? Kijk, en nu zijn we hier in Girardi zien. Even kijken of we het antwoord vinden. Nee, het einde weer niet gaan vinden. Luna is verloren tussen de flappen. Hier hebben we een soort Jurassic Zee. Het is hier wel heel druk. Ik vraag me af of het antwoord kan vinden. Hier denken we hier fossielen en zo gaan vinden van zoveel jaren geleden. Ik dacht dat het rood was. Blijkbaar niet. Blijkbaar is dat zo'n klein visje of biertje. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Kijk, wat je verder kijkt. Hier zijn er allemaal soorten. Dit zijn allemaal fossielen en zo, denk ik. Resten. Ja, resten en fossielen van de dieren. Oh, kijk naar dat. Boom, in de rots. Wat is dat? Gaan we kijken wat dat is. Als de Atlantische degenkrab. Wow, kom een keer. Papa, dit zijn resten. Kijk, en hier kunnen kinderen iets opgraven. Het skelet van een dinosaurus of zo. Kan je wel met de... Kijk, hieronder gaat, kan je hier zo midden in de water staan. Echt? Ja, kijk. Oh, oké, maar... gaan we die opdracht doen, maar we moeten ook nog onze vragen doen. Nee, we vooral onze vragen beantwoorden, Luna. We moeten onze vragen beantwoorden, hè. We zijn echt op zoek naar de vragen. Ah, oh, er zijn pinguïns, ja. We zijn op de goede weg dan. Ja. En nu gaan we naar het speelpleintje daar. Maar hier hebben ze een rode klimparcours hier. Maar eerst gaan we kijken naar de otter en de pinguïns, want daar hebben we nog vragen. Ja. Maar van de otters is de serieuze vraag. Dus wat is dat otters en de pinguïns gaan voor de vraag op te lossen? Want eerst de vragen, dan de dingen. Zo'n lange vraag. Otters kunnen communiceren door ongewone geluiden te maken. Hun
territorium markeren ze met hun geur. Zoek welke geur bij de otter hoort. Wel niet kijk, waar ziet, de aan de andere kant heel druk om te gaan bekijken daar. Maar we weten wel niet waar de otters zijn en we kunnen ze ook niet echt zien. Jammer genoeg. Maar we weten ook niet hoe we daar moeten komen, maar tijdens dat we daar gaan komen, zijn ze vast allemaal weg. Daar zien we een kleine otter, we zien niet goed. Hoe kan je eens scannen? Ze zijn echt zo mooi. Maar ze zijn grappige beesten. Ja, ik vraag me wel. Is Roos en vraag 4. Ja, we zijn juist. Kijk, zie je groen? En welke geur was dat weer? Otterpoep. Otterpoep. Oh, nee, dat. Kijk. Ja, daar zie je een otter. Kijk, mag ik een beetje dichter gaan kijken? Ja, hier ga je zien. Oh, het is enorm druk hier. We kunnen het jammer zien. Ik wel. Kijk, ze is hier bezig met de otters. Ik kan het nog even. Weet je gezien, Luna? Oké, we hebben de vraag van de otter. Moet je nog 5 vragen? Ja, welke vraag moeten we nog doen, Luna? Wat is het belangrijkste item dat aanwezig moet zijn in het zeehondenreddings? Daarvoor moet eerst naar het pinguïns nog aan, hè? 7. Welke kleur krijgt koraal als het sterft? Ah, fout. Welke is deze? Nee, is fout en het is deze. Juist, ja. Oké, gaan we nu hokken? Nu naar de valsspeler. Jij zei, het is dus wit. Wit, blijkbaar wordt het wit. Kijk, koraal. Oh ja, koraal is groen, ja. Ja, ja. Ja. Kijk, ja, de beestjes. Maar die koraal hebben we denk ik al over. Oké, nee, moeten nog naar diertjes gaan, Luna? Pinguïn. Maar de pinguïn is richting daarop, dus. Wat? Ja, we moeten terugkeren naar nu. Nu gaan we dus naar het gebied van de pinguïn. Oké, daar hebben we nog een vraagje over. Moeten pinguïns in een ijskoud dinges zijn? Ja. En Maria, dat is warm daar. Nee, dan het water misschien wel koud gaat zijn. En daar is de oma. Daar hebben we de pinguïns. En de oma. Ja. Gaan we naar beneden, dan gaan we daar een beetje kan zien. Vragen nog, Luna? 1, 2. Nog 2 vragen. Zo, gaan we nu naar die klimrek. Luna, een beetje wachten, hè? Zo, nu wou je maar Luna eens hier in de klimrek hier. Maar we weten niet waar we moeten doen. Ik denk dat we terug naar daar moeten. Dus eens gaan we terug naar de klimrek. Wil Luna wij eens reizen door die klimrek gaan vrienden geven? Ja, oké. Okay. De ene van de zeehonden. En we moeten vragen achter. Wat soort afval zien schildpadden voor kwallen? Ja. Plastic. En heb je het juist of was het de hok van jou, Luna? Ik had het juist. Of was het de hok dat je gedaan hebt? Wist je dat uit jezelf of was het de hok? Ik wist het uit mezelf. Op een aflevering gezien. Maar ik vraag me nu wel of naar waar moeten we. We moeten eerst naar het cafeetje om daar te gaan. Dat weet ik wel nog. Ah, weet je dat cafeetje? Wil je de klimrek kruipen, niet? Ja. Oké. Okay. Dus nu mogen we nog wat spelen. Ja. We gaan eerst naar daar. We hebben hier nu alles bezocht. Mag ik een ijsje? Wacht even, een beetje behelpen. Dus we hebben hier nu alles bezocht in de Sea Life. En nu even op het klimrek. Want Luna wil heel graag op het klimrek spelen. Oké, Luna? Ja. Hallo. Klimrek daar en we gaan jullie tonen hoe we dat precies doen. Het gaat misschien moeilijk zijn met de camera en de papieren en wat ze halen. Maar we gaan kijken. Snap iets. We moeten naar beneden. Nee, we moeten langs daar, Luna. Dit is misschien de bedoeling voor kindjes, maar ik hou er random mee. Omdat jij de camera vasthoudt. Yep. Ah,
abmachen. Laura, wenn die Antwort startet. Okay, we zijn nog lang in. Wacht, wel goed dat ze hier de balkjes hierin gedaan hebben. Wel goed voor de veiligheid van de kindjes, die balkjes. En ook voor ons natuurlijk. Ja, Luna, zeg maar. Dat was namelijk dit stukje, hebben we niet gedaan. Maar bij één hand was het een beetje moeilijk om te doen. De volgende keer gaan we wel een rustzak meenemen, zodat we het volledige parcours kunnen afleggen. We zijn echt niet zo slim geweest, maar ja. Volgende keer. Yep. Nu mag ik een ijsje eten. Ja, blikjes met de camera. Ja. Was dat misschien nat voor die dat maar nee. Oké, we gaan nu eens even kijken naar de zwemmende zeehondjes. Soms komen jullie langs, we gaan even kijken. Ja, ze zijn echt zo mooi. Maar ook een klein beetje teken. Je ziet ze echt zo vrolijk. Ze begint de show, maar die kunnen we niet zien omdat ze om 3 uur gaan. Oké, okay, nu toon ik mijn Nanko Benji, die is van Be Life. En dit is mijn Nanko. En mijn Nanko is echt heel leuk. En is Luna mijn netje. Hier in de video heb je al Cherokee gezien dat zij dikwijls hier de video overgenomen heeft. En daarvan ook de titel van de video, Luna neemt de review over. Als je dit een leuke video heeft, dan een duimpje om. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. En druk op het belletje naast de abonneerknop. Zodat ik ze melding krijg wanneer ik een video upload. En weet vooral geen reactie na te laten hieronder de video. Tot de volgende keer. Tot ziens. Tot de volgende video.